Goedemiddag, dames en heren. Van harte welkom over dit webinar over de relance van de Belgische bedrijven na corona. Voor onze trouwe volgers, die weten dat dit webinar het tweede is van drie webinars die wij willen aanbieden over de relance van de Belgische economie na corona. Een aantal mensen hebben zeker het webinar op 15 september gevolgd met professor Stijn Baert, waarvan het onderwerp was de arbeidsmarkt en de relance. Het thema van het webinar van vandaag is de relance van de Belgische bedrijven na corona. Wij dachten dat het erg nuttig was om aandacht te schenken aan de toestand van de bedrijven, namelijk op welke manier hebben zij de coronasituatie ondergaan, op welke manier hebben zij veerkracht getoond, wat zijn de opportuniteiten en wat zijn de uitdagingen voor onze Belgische bedrijven. Het is duidelijk dat we hebben twee zeer complementaire sprekers voor u de vraag gesteld om hun visie met ons te delen. In de eerste plaats natuurlijk gaan we het woord geven aan Bart van Krainest. Bart van Krainest is hoofdeconoom van VOCA sinds 2018 en daarvoor heeft hij een lange loopbaan als econoom bij financiële instellingen. U kent Bart van Krainest ongetwijfeld als de persoon van de tweewekelijkse column in de Financiële Tijd en over zijn boek over Terug naar de feiten, wat toch wel heel wat publiciteit gekregen heeft. Anderzijds, een andere invalshoek hebben we gevraagd te behandelen aan Koen de Jonkere. Koen de Jonkere is gedelegeerd bestuurder van de GIMF. En voor diegenen die de tijd volgen, in juni heeft hij een opmerkelijk artikel gepubliceerd in de tijd, namelijk met als titel: We hebben een industriële renaissance nodig. Vandaar dat zijn bijdrage ook de titel gekregen heeft: Zeg niet relance, maar zegt renaissance. Het is een eigen aparte invalshoek en ik weet dat Koen de Jonkere een zeer warm hart toedraagt aan industrialisatie in ons land en daarbuiten. Koen de Jonkere is gedelegeerd bestuurder van GIMF sinds 2008 en daarvoor heeft hij een lange loopbaan in bedrijfsfinanciering en risicokapitaal. Hij is ook bestuurder bij verschillende vennootschappen en heeft ook een aantal mandaten bij het VEV en bij het VBO. Dames en heren, ik denk dat we met deze twee sprekers een ongelooflijke complementariteit aan u kunnen aanbieden. Ik wil voor de format van onze events nog eens herhalen. Er zal een registratie gebeuren van dit event en van de presentaties. En die zullen ook beschikbaar worden na de uiteenzetting op onze website. In de tweede plaats, u kan vragen voor de twee sprekers via de chatfunctie introduceren. Wij zullen die proberen volgen en als er voldoende tijd beschikbaar is, zullen wij de meest interessante vragen proberen voor te leggen aan Bart of aan Koen. Dames en heren, ik denk dat mijn intro lang genoeg geduurd heeft en ik wil nu graag het woord doorgeven aan de eerste bijdrager. Bart, graag aan u het woord. Goedemiddag, ook van mijn kant. Goedemiddag allemaal. Ik ga het dus hebben over de relance van de Belgische bedrijven. Waar staan we vandaag na corona? Wat zijn de uitdagingen waar de bedrijven vandaag mee geconfronteerd worden post-corona? En ook een beetje over welke opportuniteiten zijn er voor de komende jaren. Maar om te beginnen, eventjes een korte terugblik op natuurlijk die coronacrisis die ongezien was uiteraard, weten we allemaal. Deze grafiek toont eigenlijk alle crisissen in België van de voorbije 100 jaar. Telkens de economische terugval van de piek naar de bodem van de crisis die we in België gekend hebben. Op het einde zie je daar de terugval in de eerste helft van vorig jaar. Het heetst van de coronacrisis, als je wil. Die terugval was veel groter dan pakweg de grote financiële crisis van 2008-2009, dan de oliecrisis van de jaren 70. Eigenlijk hebben we nooit zo'n spectaculaire terugval gezien, behalve in de wereldoorlogen. Anderzijds was het ook wel een heel specifieke crisis natuurlijk, omdat we net er zelf voor kozen om een stuk van onze economie stil te leggen om dat virus onder controle te krijgen. Is natuurlijk ook heel anders dan alle crisissen die we ervoor ooit gezien hebben. Hoe wij het bij VOCA opgevolgd hebben. Ja, toen de crisis echt duidelijk werd, laten we zeggen maart vorig jaar, zaten we natuurlijk met het probleem, zoals zoveel, er waren geen cijfers. Economische data komen altijd met een aantal maanden vertraging.
Wat we toen gaan doen zijn, is enquêtes gaan houden onder onze 18.000 leden, Vlaamse bedrijven. Enquêtes die we vervolgens ook samen opgezet hebben met onze Waals en Brusselse tegenhangers en die ook door de Nationale Bank mee samen opgevolgd en verwerkt zijn. Dit is de belangrijkste slide uit die enquêtes. Telkens op elk moment bij elke enquête, werd aan die bedrijven gevraagd, wat is uw omzet vandaag in vergelijking met wat het zou geweest zijn zonder corona? En dan zag je dus onmiddellijk de heel zware economische klap in de eerste helft van vorig jaar, tijdens de eerste lockdown, waar ongeveer een derde van de private sector plat ging. Daarna in de zomer van vorig jaar herstel, maar nooit volledig. Lockdown 2 en de paaspauze die vielen eigenlijk best mee qua economische impact. Daar waren de maatregelen veel meer gecibleerd, waardoor dat de algemene economische impact veel beperkter bleef. Maar je ziet, we blijven dus onder nul. Het voorlaatste balkje daar is onze enquête die we begin september gedaan hebben. Daar was economische impact teruggevallen tot nog min 3%. Wat denk ik al nog moeilijk te onderscheiden is van nul, statistisch gezien. Het rode balkje op het einde, dat zijn de verwachtingen voor 2022. Waar we terug op normale activiteit zouden zitten, gemiddeld genomen, wat de Vlaamse bedrijven aangaven begin september. Dus op zich, coronacrisis eigenlijk redelijk verwerkt op economisch vlak. Dat wil niet zeggen dat er daar geen problemen meer zijn, maar het is natuurlijk wel beter dan wat we anderhalf jaar geleden hadden verwacht. Is in belangrijke mate te danken aan de vaccinatiestrategie, die bij ons misschien wat langzamer dan verhoopt op gang gekomen is, maar ondertussen staan we daar toch vrij goed. Binnen Europa zijn we daarbij de betere en ook op wereldvlak hebben we daar toch een mooie inhaalbeweging gemaakt. Hier zie je de grafiek met België. U zult allemaal even goed weten als ik dat het Belgische gemiddelde nog wat naar beneden gehaald wordt door Brussel natuurlijk, dat wat achterblijft. Vlaanderen zit echt wel bij de betere ter wereld op vlak van die vaccinatiecampagne. Het gegeven of het feit dat we via die vaccinaties en via de eerdere maatregelen het virus onder controle konden krijgen, zorgde er al snel het voorbije jaar voor een herstel van het vertrouwen. Er was licht aan het einde van de tunnel, als je wil. Zie je in deze indicatoren van de Nationale Bank van het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen, dat die na het dieptepunt van de crisis in het voorjaar van vorig jaar en dat vertrouwen heel snel weer toegenomen is. In die mate zelfs dat hier de roze lijn het ondernemersvertrouwen in de zomermaanden naar het hoogste niveau ooit geklommen is. Het hoogste niveau ooit sinds de enquête gestart is begin jaren 80 van de Nationale Bank. Dus ondernemers en ook consumenten zagen het echt wel zitten. Op het einde, de jongste twee cijfers komen opnieuw naar beneden. Daar kom ik straks nog op terug. Het heeft te maken met nieuwe hindernissen die alweer opduiken. Maar op zich, fantastisch vertrouwen herstel uit deze crisis, wat dan ook onmiddellijk voor economisch herstel gezorgd heeft. Dit is voor onze volledige Belgische economie. Economische activiteit zie je opnieuw. De zware terugval in de eerste helft van vorig jaar, dat was de eerste grafiek. Maar dan ook in de zomermaanden eigenlijk al vrij snel weer herstel. We hebben zelf ervoor gekozen om een stuk van onze economie stil te leggen. En we hebben die zelf dan ook dankzij de steunmaatregelen en dankzij zicht op beterschap wat het virus betrof, hebben we dan een groot stuk van onze economie ook heel snel weer kunnen opstarten. Eind vorig jaar dan wat stabilisatie, maar dit jaar zie je opnieuw dat weer de goede richting uitgaat, dat de economische activiteit verder aantrekt. Het ziet er nu naar uit dat we de volgende maanden het niveau van voor de crisis terug zullen bereiken. En de vooruitzichten voor volgend jaar blijven ook vrij positief, dus dat we daar dan wel weer boven het niveau van voor de crisis gaan uitstijgen. Dat betekent niet dat er niks gebeurd is. We hebben wel 2 jaar economische groei die we niet gehad hebben, maar toch veel beter dit herstel dan alles wat, denk ik, we hadden kunnen verwachten een jaar geleden, toen waren de vooruitzichten toch nog een pak pessimistischer. Als je dat even gaat vergelijken met de rest van Europa, er is daar een tijdje wat stemmingmakerij geweest rond België, pakt de crisis het slechtst aan van heel Europa. Op economisch vlak klopt er alleszins niet. Economisch, dit zijn cijfers, tot en met de laatste cijfers die beschikbaar zijn, tot net voor de zomer qua economische activiteit, vergeleken met het niveau van net voor corona. Net voor de zomer stonden we toch
nog net 2% onder nul daar, als u wil. En daarmee zitten we exact op het Europese gemiddelde, net zoals zo vaak. In Europese vergelijking doet België het eigenlijk gemiddeld in Europa. We zijn zeker niet bij de beste, maar we zijn ook zeker niet bij de slechtste gemiddeld in Europa. En sindsdien, zoals ze zegt, zijn we waarschijnlijk daar stilaan naar nul toegekropen. Voor het vierde kwartaal kruipen we waarschijnlijk al echt weer boven nul qua economische activiteit in vergelijking met de situatie van voor corona. Dus gemiddeld genomen zeker goed economisch nieuws. Niet voor alle sectoren. Het zal ook iedereen wel, voor iedereen wel duidelijk zijn. Sectoren die het hardst getroffen werden door de maatregelen, die zitten nog altijd wel in de rode cijfers. Cultuur, zorg, handel en horeca. Hoewel dat daar de jongste maanden, opnieuw, dit zijn cijfers tot net voor de zomer. De jongste maanden krijg je daar toch ook signalen dat daar een duidelijke inhaalbeweging bezig is. Maar ook al voor de zomer zaten belangrijke economische sectoren in ons land, zoals de bouw, de industrie en de dienstverlening aan de bedrijven, zaten die alweer boven nul. En ook zoals gezegd, daar is de positieve trend de voorbije maanden allicht nog wel verder doorgetrokken. En zien we die activiteit wel weer duidelijk boven de niveaus van voor corona uitstijgen. Eén indicator die wat ons betreft daar wel een beetje uitspringt, zijn de bedrijfsinvesteringen. Daar was toch tijdens de crisis de vrees van die bedrijfsinvesteringen, die zullen toch wel, ja, die worden hard geraakt door corona, door onzekerheid, maar ook door impact op de financiële positie van de bedrijven. En het zou wel een keer lang kunnen duren tegen dat weer hersteld is. Dat is zeker niet gebeurd, in tegendeel. Op die bedrijfsinvestering zie je dus wel dat op het einde van de grafiek een spectaculaire V-beweging, waar we eigenlijk opnieuw, dit zijn cijfers tot net voor de zomer, dat we toen alweer boven het investeringsniveau van voor de crisis zaten. Dus op anderhalf jaar hebben we die crisis eigenlijk verwerkt op vlak van bedrijfsinvestering, wat veel sneller is dan bij de twee vorige crisissen. Uiteraard de grote financiële crisis van 2008. Daar duurde het 6 jaar om opnieuw qua investeringsniveau het niveau van voor de crisis te bereiken. Dit is nu totaal anders. Enquêtes geven ook aan dat die remonte in bedrijfsinvestering voorbije jaar, dat vooral onderzoek en ontwikkeling, dus innovatie in brede zin van het woord als je wil, en IT geweest is. De hele digitaliseringsgolf die we toch met corona in een versnelling geduwd hebben, zie je ook in die bedrijfsinvestering duidelijk naar voren komen. En dat is een trend die we hopelijk ook de komende periode kunnen verder zetten, maar daar straks meer over. Toch een aantal wat ons betreft positieve lessen uit de crisis. Enerzijds herstel veel krachtiger, veel sneller dan wat we hadden durven hopen een jaar geleden. Wat we ook gezien hebben bij bedrijven is dat er heel veel creativiteit en flexibiliteit mogelijk was. Van de kleinste kleinhandel- of horecabedrijven tot de grootste bedrijven, dat er toch heel veel mogelijk was om binnen het bedrijf zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden, om in te spelen op de nieuwe omstandigheden. Niet alleen bij bedrijven was dat geval, maar ook in klassiek minder dynamische sectoren zoals onderwijs en zorg, waar er in het verleden niet heel veel flexibiliteit mogelijk leek. Maar ook in deze crisis zijn er toch fantastische resultaten neergezet. Niet allemaal perfect, het digitale onderwijs is zeker niet altijd perfect verlopen, maar toch heel wat meer mogelijk dan ook voor de crisis gedacht werd. De versnelde digitalisering, wat ik zo net al aanhaalde, heel veel bedrijven die ervoor, zeker KMO's die ervoor nog niet volledig op die kar zaten, die toch heel snel die weg opgegaan zijn. Ook een trend die we hopelijk kunnen doorzetten. Als het allemaal samenneemt, denk ik toch belangrijk voor ons land, voor onze economie, dat ergens ook wel niet zo lang geleden het gestolde land genoemd werd. Verandering kan wel. We hebben er blijkbaar externe druk voor nodig, maar het kan wel. En eigenlijk zouden we die lessen moeten doortrekken, dat soort verandering, die trends doortrekken de komende jaren om onze economie ook sterker uit corona te krijgen. Ondertussen is voor de meeste bedrijven corona ligt achter de rug, maar botsen we alweer op nieuwe hindernissen die ergens ook wel te maken hebben met corona voor een stuk, maar anderzijds ook structureler zijn. De eerste is alles wat inputs en grondstoffen betreft. Ook uit onze enquêtes, mede verwerkt door de Nationale Bank,
zagen we al voor de zomer heel duidelijke problemen om allerlei toeleveringen binnen te krijgen. Allerlei inputsgrondstoffen waar de ketens de levering van verstoord waren. Hier zie je het per sector, hoe roder, hoe harder de sector geraakt is. Groothandel, bouw, industrie staan daar vooraan. Hebben het moeilijkst van al om hun inputs door te krijgen. De update van de enquête die wij enkel aan Vlaamse kant dan begin september gehouden hebben daar, die gaf aan dat de situatie over de zomer nog verder verergerd is. Uit onze enquête bleek dat 80% van de bedrijven die afhankelijk zijn van toeleveringen, dat die van begin september aangaven dat ze moeilijkheden hadden om hun inputs te krijgen. En dat vertaalde ze dan ofwel in langere leveringstermijnen, ofwel uiteraard in hogere prijzen. Zie je niet enkel bij ons, zie je op wereldvlak dat die grondstoffenprijzen in de lift zitten. Dit zijn cijfers voor de wereldmarkt, gemiddeld dus uiteraard voor individuele grondstoffen en ook de Belgische situatie kan dan natuurlijk afwijken van die wereldgemiddels, maar je ziet overal wel dat die grondstoffenprijzen de lucht in gaan. Het is een globaal probleem waar we denk ik op zich niet al te veel kunnen aan doen als Belgische bedrijven zijnde. En waar we door moeten. De meest opmerkelijke, de jongste weken, is natuurlijk die gasprijzen. Vooral een Europees verhaal, ook vooral een tijdelijk verhaal. De futures geven aan dat eigenlijk voor deze winter vooral is. Daarna wordt het weer beter, maar ondertussen moeten we er wel door natuurlijk. Hoe wij het een beetje bekijken, die grondstoffenmarkt is met dit soort framework. Enerzijds verstoring van de vraag, verstoring. Hogere vraag als je wil, of verstoringen van het aanbod. En dan, je hebt daar tijdelijke en meer permanente factoren. Alle grondstoffen of alle inputs kun je denk ik in dit raster zo wat uitbrengen. En om dan in te schatten van, is het tijdelijk of zitten we hier echt met een structureel probleem? Ik denk voor de meeste is het nog altijd tijdelijk, simultaan herstel. Na corona speelt in veel van die markten wel mee op dit moment. De wereldeconomie. Zeker de industriële sector, die midden vorig jaar voor een stuk platgelegd werd, maar dan daarna heel snel weer op normaal toerental kwam en zelfs meer dan normaal toerental. Tijdens de crisis waren bedrijven toch wat voorzichtiger, hebben ze voorraden wat opgebruikt, die moeten nu terug aangevuld worden, maar in de hele just-in-time productieketens is het natuurlijk moeilijk om dat heel snel weer goed te maken. Dus vandaar heb je nu tijdelijk hogere vraag. Het is moeilijk om in te schatten hoe lang dat duurt. Maar ik denk dat het voor de belangrijkste grondstof nog altijd wel een tijdelijk fenomeen is. Anderzijds heb je ook terzelfde tijd het aanbod dat verstoord is, internationaal transport, de container, de prijzen van containerleveringen van Azië naar Europa die toch heel ver opgelopen zijn doordat, ja, dat is ook een tijdelijk fenomeen, kan een tijd duren, maar dat gaat ze wel herzetten. Maar je hebt ook een aantal permanente of toch langdurigere effecten. De hele duurzame transitie is voor die gasprijzen ook relevant natuurlijk. Dat een groot stuk van Europa overschakelt naar meer en meer gas als bron voor de elektriciteitsproductie. Maar zit nu niet achter die prijsstijging natuurlijk, maar is wel een structurele trend voor de komende jaren. Digitalisering is heel belangrijk, dat is uiteraard heel het verhaal van die chips. In de autoproductie, maar ook veel breder, waar wereldwijd een tekort aan is. En dat is geen tijdelijk geven, dat is meer een permanente shift. En daar duurt het wel, zal het de hele tijd duren voor de aanbod kan volgen. En die verstoring sleep je dan ook wel langer mee. Maar het is moeilijk om globaal iets te zeggen over de grondstoffen. Ik denk grosso modo voor de meeste een tijdelijk fenomeen. Er zijn ook wel permanente factoren, maar het hangt af van sector tot sector en van grondstof tot grondstof natuurlijk. Wat we ondertussen wel al hebben, is dat die prijsstijging doorcijpelt in de inflatie. Hier zie je de rode lijn is de Belgische inflatie, de groene lijn is de jaarwijziging in de olieprijzen. Die olieprijzen waren natuurlijk met corona flink teruggevallen, daarna teruggenormaliseerd, nu ondertussen nog wat verder aan het stijgen. Dat geeft een heel sterke jaar-op-jaarwijziging, maar die is ondertussen ook alweer aan het terugkomen. Omdat dat stijgingstempo is natuurlijk niet meer hetzelfde als net toen dat we uit corona kwamen. De gasprijzen, die zitten daar nog wel later op. Dus de dynamiek van de voorbije weken suggereert dat ook die gasprijzen hier nog moeten inkomen. En dat de komende maanden de inflatiecijfers nog wel een pak hoger gaan, ook in België. Voordat die dan weer zullen afkoelen, allicht in de loop van volgend jaar. Inflatie gaat nog hoger op zich. Opnieuw denk ik vooral een tijdelijk probleem.
Maar voor België natuurlijk wel relevant, omdat het via de automatische loonindexering onmiddellijk ook zich vertaalt naar sterkere loonstijgingen. Het loonakkoord dat we hadden ging uit van een verwachte indexering van 2,8% over 2021-2022. Het is nu al zeker dat we daar boven gaan. Het is alleen nog maar de vraag hoe verder boven. Hier zie je het kruisje daar op de grafiek van de gezondheidsindex. Hier is de verwachting van het planbureau voor eind december. Maar dat was de verwachting die ze begin september gemaakt hebben. Ik denk dat die ondertussen weer hoger gaat. Wordt vanmiddag gepubliceerd als cijfer. Maar lijkt mij heel waarschijnlijk dat die gezondheidsindex verwachting nog verder opwaarts bijgesteld worden. En dus ook de verwachting voor de indexering. Is bij ons zo dat die grondstoffenprijsstijging toch voor een groot stuk via de loonindexering bij de bedrijven gelegd worden. Daarmee zijn ze niet weg natuurlijk. Je moet nog altijd betaald worden. Dat zal voor onze bedrijven wellicht wel in toenemende mate een probleem gaan worden. Zeker als je het vergelijkt met andere landen waar ze die automatische indexering niet hebben natuurlijk. Een tweede, en dat is structureler en ik denk op lange termijn veel problematischer dan die frustrerende ontwikkeling in de grondstoffenmarkten op dit moment, is op de arbeidsmarkt. Daar corona. Wel, eerst helft van vorig jaar ongeveer 50.000 jobs verloren, maar ondertussen al meer dan 80.000 jobs die er weer bijgekomen zijn, weer tot net voor de zomer. De trend is wellicht nog verder gaan over de zomermaanden. Dus het is niet zo dat we, was een tijdje het verhaal over die arbeidsmarkt van oké, er zitten nog gigantische golf van ontslagen en faillissementen aan te komen. Dat gaat niet meer gebeuren, lijkt mij. Ik denk dat we op de arbeidsmarkt hebben we eigenlijk de klap al verwerkt en botsen we nu al opnieuw tegen de limieten aan, krapt op de arbeidsmarkt. Hier de enquête van de Nationale Bank naar het ondernemersvertrouwen aangaande productiebelemmeringen door onvoldoende geschoolde arbeidskrachten. Wel, dat staat op het hoogste niveau sinds begin jaren 80. Krapte op de arbeidsmarkt komt van alle kanten door. Dat is natuurlijk een heel belangrijke hindernis naar groeimogelijkheden van bedrijven. Belangrijk. Ja, ook in onze enquête komt dat naar voren. En ook opnieuw, onze update van september suggereert dat de situatie ondertussen nog verergerd is. Belangrijk daarbij is dat dat een structureel gegeven is, die de komende jaren alleen maar verder gaat verergeren als we er niks aan doen. Zowel qua aantal, hier op linkse grafiek voor de Vlaamse arbeidsmarkt. De linkse kant geeft daaraan hoe de situatie was over de voorbije 15 jaar. Daar hebben we in Vlaanderen ongeveer 500.000 jobs bij gecreëerd. En laten we zeggen, grosso modo, de helft daarvan konden opgevuld worden door mensen die erbij kwamen op de arbeidsmarkt, de groene balkjes. Rechts is, als we de volgende 15 jaar eenzelfde soort jobcreatie willen realiseren, om eenzelfde soort groei te realiseren, dan zullen we vertrekken natuurlijk van een hogere basis, 600.000 extra jobs nodig hebben. Terwijl de bevolking op actieve leeftijd zal krimpen. Niet spectaculair krimpen, maar wel krimpen. Die 600.000 zullen we niet vinden in extra mensen die erbij komen op actieve leeftijd. Want vandaag vertrekken er meer mensen op pensioen dan dat erbij komen aan jongeren op de arbeidsmarkt. En dat is een trend die voor de komende decennia eigenlijk blijft spelen. Niet alleen in aantallen zitten we met problemen, ook in kwalificaties, in skills. De grafiek aan de rechterkant heeft afgestudeerden in het hoger onderwijs in de stemrichtingen. Daar zitten we bij de laatste van Europa. En alles wat we de komende jaren willen doen op vlak van digitalisering, op vlak van klimaattransitie, hebben we natuurlijk dat soort profielen heel erg nodig. En als die niet afstuderen, ja, komen die natuurlijk ook niet op de arbeidsmarkt. Dus dit is een probleem voor de komende decennia. Eén dat we dringend aan de bak moeten. We zijn natuurlijk al bezig onze overheden met een aantal maatregelen te nemen naar versterking van het onderwijs toe, maar ik denk dat we daar nog wel dringend een paar tandjes bij moeten schakelen. Dat wat de uitdaging betreft, er zijn ook opportuniteiten. Puur macro bekeken is natuurlijk zo dat er een aantal enorme transities bezig zijn in onze economie, niet alleen hier bij ons, maar eigenlijk in heel de wereld. Ik heb er hier de belangrijkste opgesomd, de transitie naar meer duurzame economie, daarmee samenhangend ook de energietransitie, de veroudering van de bevolking en de digitalisering. Dat zijn trends die overal in de wereld nu aan het doorkomen zijn, zeker in de klassieke industrielanden, en die bij uitstek, ja, oplossingen daarvoor zullen bij uitstek vanuit innovaties moeten gaan komen.
En daar denk ik liggen ook de opportuniteiten voor onze bedrijven. België is gewoon goed in innoveren. Blijkt uit dit soort indicatoren van de Europese Commissie, waar op een heleboel aantal indicatoren ingeschat wordt hoe de verschillende landen presteren op vlak van innovatie. Wij zijn daar bij de betere van Europa. Als je ook kijkt naar onze uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, scoren we daar ook. Dit zijn cijfers voor 2019. Ondertussen zijn we daar nog wat hoger gegaan. Zitten we nu op die 3% of net erboven. Zitten we daar eigenlijk vrij bij de betere qua onderzoek en ontwikkeling. Dus op vlak van innovatie hebben we in het verleden al bewezen dat we de mogelijkheden hebben. We hebben ook toponderzoekcentra aan de universiteiten. We hebben IMEC, we hebben VIB. Dat zijn voorbeelden van hoe het zeker wel kan. We hebben ook talrijke bedrijven, sectoren die wereldspelers zijn. Ik ga daar niet in te veel detail op ingaan, want ik vermoed dat Koen... ik weet zeker dat Koen daar veel meer over weet dan ik. Maar we hebben bedrijven die al in het verleden bewezen hebben hoe het kan via innovatie wereldspelers te worden. En dat moet ook, denk ik, de ambitie zijn voor de komende jaren. Dat we op vlak van die grote transities die er sowieso overal in de wereld moeten gaan doorkomen de komende decennia, hoe we daar via onze innovatiekracht oplossingen kunnen bieden. En we onze bedrijven daar eigenlijk inspelen op die transities en daar oplossingen brengen op wereldniveau eigenlijk. Financiering zou op dat vlak geen probleem moeten zijn. Er is genoeg kapitaal in België. Je kunt je afvragen of dat voldoende terechtkomt waar het moet terechtkomen. Maar zeker de vermogen en de financiële posities van onze economie, van onze huishoudens, is er zeker genoeg ruimte om wat verschuiving te krijgen, om wat meer spaarmiddelen daar richting die bedrijven te krijgen, om ook in te zetten op die innovaties, om in te zetten op die uitbreiding, op de actief worden op wereldschaal. Daar moet zeker ruimte voor zijn. Kapitaal is er, moet misschien wat beter gericht worden. Maar als je die twee gaat combineren, als je die drie gaat combineren, die transformaties die in heel de wereld bezig zijn, die innovatiekracht die we al bewezen hebben in België, in Vlaanderen, en die we kunnen doorzetten en meer gaan richten op die transformaties, als we daarvoor er dan ook in slagen om het aanwezige kapitaal daarvoor iets meer in te zetten, dan hebben we daar enorme potentieel op macroniveau natuurlijk. Dus er zijn twee belangrijke hindernissen die we onszelf een beetje aandoen. Een aantal structurele handicaps die we moeten aanpakken in onze economie via structurele hervormingen. Maar hadden we eigenlijk deze crisis moeten aangrijpen om onze economie structureel te versterken met een aantal hervormingen die al langer noodzakelijk waren. Voorlopig ziet het op dat vlak niet meteen... je kunt er niet heel optimistisch over zijn als je de politieke schermutselingen op dat vlak wat bekijkt. Maar we zullen die toch moeten zetten. Als we dat niet doen, die hervormingen doorvoeren, dan zitten we onszelf in de voet. En dan laten we een enorm economisch potentieel liggen. De tweede is de arbeidsmarkt, had ik daar straks al over natuurlijk. We hebben natuurlijk nog een heel grote groep mensen in ons land. Ongeveer 2 miljoen mensen op actieve leeftijd die vandaag niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Daar zouden we toch op zijn minst ook een stuk van moeten kunnen gaan activeren om ook in te zetten om dat economisch potentieel waar te maken. Om af te sluiten, de 5 prioriteiten op dat vlak voor VOCA zal u niet verbazen zijn, net voorstellen voor structurele hervormingen om die hindernissen die we daar hebben zoveel mogelijk weg te werken, om onze bedrijven in staat te stellen om volop in te spelen op die opportuniteiten. Dus spreken voor zich, denk ik. Het zijn ook al allemaal dingen die we al langer hadden moeten doen. Maar die met corona niet verdwenen zijn, integendeel alleen nog maar acuter geworden zijn. Op sommige investeringen in infrastructuur zijn er wat stappen in de goede richting. Klimaattransitie wordt ook meer en meer duidelijk dat we daar stappen gaan moeten zetten, maar er blijft natuurlijk nog heel veel werk liggen. Die beter werkende arbeidsmarkt, denk ik, is een heel dringende, waar er vandaag toch veel te weinig op beweegt, vooral op federaal vlak. Maar zwart, dat zijn... punten waar wij bij VOCA zullen blijven op hameren de komende jaren. En die we echt wel, denken wij, nodig hebben om onze economie in staat te stellen, om onze bedrijven in staat te stellen om volle bak in te spelen op die opportuniteiten die er wel degelijk zijn voor de komende jaren. Dat was wat mij betreft.
vermoed dat Koen nu veel meer detail van concrete bedrijven kan toevoegen. Dank u wel. Ja, dank u wel, Bart. Van harte bedankt voor uw tour d'horizon die u gemaakt hebt door alles wat dat bedrijven meegemaakt hebben het laatste anderhalf jaar. De put was diep, het herstel was zeer krachtig, heb ik begrepen. En dat is natuurlijk een uitermate positieve boodschap. Ik denk dat we met de tweede bijdrage van Koen de Jonkere een perfecte aanvulling hebben op het discours van Bart van Kraaienest. Ik grijp even terug naar het artikel in de Tijd, waarin Koen de Jonkere zegt: met onze economische relance komt het goed. De combinatie van lage rentes, een ondersteunend budgetair beleid en een snelle uitrol van de vaccins tekent voor een spectaculaire groeicocktail. Met onze economische relance komt het zeker goed. We zullen ook veel moeten investeren om de klimaattransitie mogelijk te maken, om onze infrastructuur een upgrade te geven en om de pensioenfactuur te betalen. Maar om de factuur te betalen hebben we heel wat meer nodig dan alleen relance. We hebben een industriële renaissance nodig. Koen, ik denk dat we heel nieuwsgierig zijn om uw visie te horen over dit thema. Alsjeblieft, graag aan u het woord. Dank u, Mark. Ik ga ervan uit dat u mij hoort. Mark, dank u ook, Bart, voor uw macroview. En dus waar Bart de macroview heeft gegeven, zal ik wat inzoomen. En het gemakkelijkste voor mij om in te zoomen is tot gewoon op onze 55 bedrijven. Hoe hebben wij die COVID-periode meegemaakt? Hoe hebben ze doorgemaakt? En het artikel waar Mark naar refereert, hebben wij geschreven in mei dit jaar. Waar we ons inderdaad terug al heel goed voelden en vooruit aan het kijken waren. Ik zal wat voorbeelden geven. Noodzakelijkerwijze kom je dan bij wat meer casuïstiek uit. Dus zonder dat ik daar de algehele waarheid wil naar voren schuiven. Maar het is toch een verschil met de macrobalans. Waarom? Dus als wij cijfers zien van ons land over de economie, dan zijn dat noodzakelijkerwijze steeds gemiddelden. En we weten intussen allemaal dat die gemiddelden kunnen verschillen, sector per sector. Die kunnen verschillen, regio's kunnen een ander economisch profiel hebben. Wij weten bijvoorbeeld dat Brussel heel veel Europa en NATO-economie, internationale economie, vervat, die op een gegeven moment doodgewoon niet aanwezig was, omdat de mensen digitaal werkten, niet in Brussel aanwezig waren. Ook de luchthaven lag net niet stil, maar dat had een impact die enorm is. Maar speelt dat ook mee voor onze bedrijven? Niet steeds. En dat kan ik u straks onderbouwen met wat facts en figures. En zoals Mark zei, inderdaad, zegt niet relance, maar renaissance. Dat is ons gevoel reeds van eind 2020, moet ik zeggen. En waarom renaissance? Wel, dat is eigenlijk waar onze bedrijven mee bezig waren. Reeds voordat we de COVID ingaan. En het gevoel dat wij hadden toen het COVID werd, toen het maart 2020 werd, en waarvan ik denk dat heel veel mensen actief in het bedrijfsleven dat gevoel zullen gedeeld hebben. 2019 was eigenlijk een economisch fantastisch jaar voor ons bedrijf. En we voelden ons goed met hoe het ging en we waren eigenlijk allemaal klaar om in 2020 nog beter te doen. En de start van 2020, januari en februari, dat is ook gestaafd dan in de economische statistieken, was een ongelooflijk goede start economisch gezien. En die eerste lockdown vanaf half maart 2020, ja, die heeft heel veel roet in het eten gegooid. Niet alleen door wat we meemaakten, menselijk, maar effectief ook omdat een heel goed economisch elan heel brusk onderbroken is geworden door die eerste lockdown. Wat ik heb voor u is ten eerste een paar slides die ik niet gemaakt heb voor deze presentatie, maar wel gebruik. Namelijk, dat zijn een paar slides, het is Nederlands en Engels door elkaar, waar ik enkel een datum op gezet heb in het rood, maar die eigenlijk interne HIP-slides zijn, die we soms gedeeld hebben met onze analisten, maar die eigenlijk tonen hoe wij door die crisis gegaan zijn, maar telkens gebaseerd op onze 55 bedrijven. België is daar de belangrijkste factor en daarnaast onze drie belangrijkste
handelspartners, dus Nederland, Duitsland, Frankrijk, waar we ook een aantal investeringen hebben. En wij zijn echte, u weet dat, mid-market investeerders, dus heel klassiek voor de bedrijfseconomie in ons land, is dat ondernemerschap heel vaak familiaal opgestart, vaak ook nog onder familiale controle, soms beursgenoteerd, soms ook in handen van nieuwe managementteams, al dan niet gesteund door private equity of een aantal andere aandeelhouders. Maar dus typisch het mid-market gebeuren, waarvan wij denken, en daar zal ik straks ook mee besluiten, dat er enorme kansen zijn de komende 10, 15 jaar voor die mid-market bedrijven, als ze zich zo goed blijven aanpassen als de laatste jaren, wel, dat daar wel muziek in zit. Ik neem eerst even een slide terug die wij gebruikt hebben in mei 2020. En dus, zoals iedereen hier aanwezig, hebben wij toen de eerste lockdown meegemaakt, dus die van half maart, dan april en dan zachtjes aan beginnen eruit te komen in mei, richting de zomer, met veel hoop. En dus toen, op dat moment, spraken wij van een onmiddellijke en een impact op de supply chain. Bon, we weten dat dat zo was. Een heel snelle verandering van het kopersgedrag, dus van de particulieren, hoe zij zich als klant gedragen. Ik ga dat verhaal niet opnieuw doen. U kent de shift van e-commerce, u kent de shift van takeaway, u kent hoe er gekocht is in de supermarkten en minder in andere winkels, van willen en van moeten. En u kent dat hele verhaal. Maar dat is ook wat wij toen voelden en getoond hebben. Ik zal dat straks onderbouwen met wat cijfers, hoe erg dat dan wel of niet was. We wisten op dat moment niet of dat we naar een economische recessie of depressie zouden gaan. En Bart heeft een paar statistieken getoond. U herinnert zich al die statistieken die we toen in de kranten ook konden lezen. Is het een V-shaped of een W-shaped of een, noem het allemaal maar op. Dat was in die periode dat we daar allemaal zaten te raden wat het zou gaan worden, zonder dat we zeker wisten, maar goed weten dat onze bedrijven daarop moesten plannen en forecasten en vooral praktisch mee omgaan. Ik moet u zeggen, mijn grootste angst begin 2020 was dat we een liquiditeitsprobleem zouden krijgen voor onze bedrijven. Daar moet ik zeggen, men heeft terecht al een paar pluimpjes gegeven aan onze minister van Zorg voor het fantastische vaccinatiewerk dat uiteindelijk gelukt is in ons land. Maar tezelfde tijd moeten we toch ook zeggen dat we, in tegenstelling voor wat in de financiële crisis gebeurd is, 2008 tot 2011, dat we snel vanuit de centrale bank, vanuit de nationale bank, vanuit Febelfin, vanuit een aantal opinieleiders van het financiële systeem tot een concertatie zijn gekomen. En we kennen natuurlijk het Belgische systeem het beste, maar we zijn ook in onze buurlanden bijna onmiddellijk tot heel aanverwante systemen gekomen, met een accentverschil. Enerzijds liquiditeit door financiële cash ter beschikking te stellen en tezelfde tijd ervoor zorgen dat de grootste kost voor onze bedrijven, als er geen werk is, door die lockdown, door het wegvallen van een groot stuk van de economie, zeker voor sommige bedrijven, namelijk het opvangen van de grote kost en toch het behoud van ons kapitaal aan werkkracht, dus het opvangen via het systeem van de tijdelijke werkloosheid, de verschillende categorieën daarvan, zoals u die ook kent. Men heeft daar heel snel gehandeld. We hebben in België ook het systeem van de tijdelijke werkloosheid reeds buiten COVID gehad, maar we hebben dat kunnen uitbreiden en specificeren en ook faseren doorheen die crisis. Heeft veel goed gedaan. Eigenlijk in elk buurland is dat gebeurd, telkens met een accentverschil. Houdt u de mensen zogezegd aan het werk, alhoewel ze thuis niet werken, maar of komen ze in het systeem van de werkloosheid of niet? Gaat de liquiditeit door het banksysteem of niet? Want dat zijn accentverschillen, maar eigenlijk die staatsgaranties die daar gegeven zijn bijzonder welkom geweest, hebben heel snel voor heel veel rust gezorgd. Ik kan u zeggen, wij hebben al onze CFO's van onze bedrijven land per land op WhatsApp-groepen gebracht om de best practices uit te wisselen, om te tonen hoe we het konden gaan doen, om afspraken te maken, zodanig dat men eigenlijk elkaar kon helpen, praktisch en conceptueel, om heel snel ervoor te zorgen dat voor elk bedrijf
de gepaste maatregelen zouden kunnen gebeuren. We wisten op dat moment ook nog niet hoe het zou zitten met het werkingskapitaal naar terugbetalingscapaciteit. Zouden de facturen betaald worden? U weet dat een bedrijf in going concern heeft, het is nodig dat de klanten betalen om ook de leveranciers te kunnen betalen. Dus ook daar is voor relief gezorgd. Maar ik kan u zeggen, dat was oorlog op dat moment. Elke dag, elke week, elke maand hebben wij gerapporteerd samen met elk van onze bedrijven. Hoe zit het met uw werkingskapitaalbeheer? Ga je leveranciers betalen? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van wat er binnenkomt van uw klantenfacturen die uitstaan? En dus telkens met een oog op de totale liquiditeit voor het bedrijf een heel intensieve oefening. Ik moet u zeggen, het was de betere teambuilding en stresstest op dat moment. Vooral onze managementteams en ook onze mensen die hebben moeten helpen op dat moment. En dus wat wij verwachten, de latere massieve interventies door monetaire instellingen, wat daar is voor gezorgd zonder dat we zouden weten, de bazooka's zeg maar, hoeveel er nodig van zou zijn. Wel, het is toch ons gevoel van op het terrein, van op het veld, dat net de snelle interventies die gebeurd zijn en ook de concertatie internationaal, want onze bedrijven hebben dochterbedrijven, of moederbedrijven, of zusterbedrijven in zoveel landen, dat daar toch een belangrijke Europese gelijkstemming was. Dus dat net dat heeft verhinderd dat er nog heel veel meer geld zou in het systeem moeten gepompt zijn. Dus daar moet ik u zeggen, dat was voor ons het verhaal van de lente 2020. Heel veel vragen, maar ook heel veel directe actie. En ik prijs me gelukkig dat we ook digitaal heel snel tot overleg zijn kunnen komen. Stel u voor dat er ook heel snel gehandeld is door de instituties om voor die liquiditeit te zorgen. En dat we dat eigenlijk goed hebben kunnen doen. Kijken we naar een andere slide van die periode. Dan geldt het over workforce, zoals u zich kan denken. Supply chain, hoe gaat dat gaan? Ja, komen de boten nog toe met grondstoffen? Willen we die boten nog met grondstoffen of kunnen we ze tegenhouden? Want we weten niet of we het geld hebben, telkens met die visie van liquiditeitsmanagement. Het was niet allemaal kommer en kwel. U kan zich dat ook wel voorstellen. En tot onze positieve verrassing hebben we vastgesteld dat voor op dat moment reeds ongeveer een derde van onze portfolio was er ook beperkte impact en zelfs positief bepaalde voeding, bepaalde gezondheidszorgbedrijven en een aantal zaken in onze duurzame samenleving platform, Sustainable Cities, moet ik zeggen. Ik ga niet zeggen dat business as usual was, maar eens de mensen hun digitale draai gevonden hadden, praktisch gezien, hebben we vastgesteld dat er doorgewerkt is. Ik ga straks met nog wat voorbeelden komen. En eigenlijk op onze 55 bedrijven, en waarom is dat niet zeker representativiteit voor de economie, met wat risicocasuïstiek, 10-15% zware impact. Niet alleen lockdown, maar eigenlijk blijvend gesloten. Ik denk dat wij de laatste bedrijven uit onze portefeuille pas hebben overgedaan. De laatste bedrijf, moet ik even aanleggen, dat was kort voor de zomer 2021. We hebben een groep medische termen in de Franse bergen, Frans termen. Natuurlijk gesloten om daar die thermale kuren te gaan volgen op voorschrift van de huisartsen. In groep, heel vaak seniorenpopulatie. Dat was natuurlijk niet evident. Dus daar zijn we heel lang volledig gesloten geweest. Maar liquiditeit is bewaard gebleven met het Franse liquiditeitssysteem. Ook met de tijdelijke werkloosheid. En toen was onze vraag, hoe snel gaat dat hernemen? Ik moet u zeggen, ik was daar bang van. Hoe snel gaan de mensen durven terugkomen? De patiënten, de klanten. Tot onze zeer grote verwondering, zomer 2021, volle bak. Dus ik had dat nooit durven denken of hopen, maar dus er is blijkbaar vraag naar die kuren, waarschijnlijk ook een beetje naar het sociaal contact die er rondhangt. En dat is eigenlijk dan onmiddellijk terug hernomen, maar slechts in de zomer 2021. En dan 50% van de portefeuille gemengd, en dat kan u zich ook wel voorstellen. Toen het mei, juni, vroegen we ons af, hoe gaat dat zitten? En eigenlijk hebben wij toen aan al onze managementteams gemaakt, gevraagd, stel uw plan op tijdens de zomer, nu snel, maar jullie, voordat je op verlof gaat,
geeft ons wat tijd om na te denken. Hoe gaan we de rest van het jaar doorkomen? En ik moet zeggen, alle plannen die wij kregen naar begin juli, met een verversing in september, gingen altijd met een slag onder de arm over ja, het hopelijk niet terugkomen van een tweede golf. En ik moet u zeggen, die angst in onze industrie en in onze bedrijven, in één keer hebben we zo vaak gehoord van zoveel verschillende mensen op en los van elkaar, één keer à la limiet. Dat heeft enorm veel pijn gedaan, maar we hebben ons uit de slag getrokken en nu gaan we gradueel terug normaliseren, hopelijk. En het zal voor achter de zomer zijn, we gaan wel zien. Maar alsjeblieft, als wij dat nog een tweede keer moeten meemaken in ons business, dan is het een catastrofe. Dat hebben we telkens gehoord. Goed, gaan we terug naar de 90% economie, zoals we toen ook vaak hoorden. Zal die 1,5 meter economie een 90% economie zijn en voor hoe lang? Het was nog steeds een beetje raden wat het zou kunnen worden. We zagen even hoe bedrijven die zich fantastisch aangepast hebben. Woolworth Rentals heeft plots ontdekt dat ze de hele supply chain van de vaccins konden helpen bevriezen en koud houden. Equipe zorgbedrijven die in grote mate gesloten was, want dat is planbare zorg, heeft capaciteit ter beschikking gesteld van de urgente zorg, dus van de COVID-ziekenhuizen. CGK ja, heeft een boerenjaar achter de rug, digitale dienstverlening. Suma, exportbedrijf, heel vreemd, is blijven exporteren. Heel, trouwens ook naar Azië, waar de COVID sneller tot op een leefbaarder niveau was gebracht dan hier, enzovoort, enzovoort. Nee. En wat we toen ook al zeiden in mei, wel, die trends van die renaissance waar we op werken met onze bedrijven, wel, die trends, we moeten dat herbekijken. Dat gaat veranderen, dat gaat weggaan, we gaan misschien van gedacht veranderen een paar keer, anderen gaan drastisch versnellen of zelfs nieuw opkomen. Nee. Dus en wij mikken volop op entrepreneurship en innovatie, omdat we weten dat toch de diepe trekkers zullen blijven, eerder dan het vanzelf komen en gaan van die gemeente. Dat is allemaal wat we gepubliceerd hebben, gecommuniceerd hebben in mei 2020. Dat we liquiditeit hebben was een belangrijk thema. We zien een graduele herstel enzovoort. Reeds toen waren we verrast dat de beurzen herstelden. Ja, toch altijd een merkwaardige voorlopende indicator voor economische herstel. Wel, daar zagen we ook dat het zachtjes aan minder erg aan het worden was. De echte sprong naar boven is maar gekomen toen het eerste nieuws kwam van Pfizer in november 2020 dat er hoop was op een praktisch werkend vaccin. Veel sneller dan we hadden durven denken. Te vroeg om te zeggen, hoe zal het er nu uitzien? En we hebben gezegd in mei, weet je wat, we zien elkaar terug in november. We gaan onze halfjaarresultaten van GIMF geven. GIMF sluit halfjaar af eind september, omdat wij dan al de halfjaarcijfers hebben van onze midmarketbedrijven, CEO in november. Wel nu, in november zagen we elkaar dan effectief terug en zijn we ons gaan baseren, zoals ik u gezegd had, beste managementteams, maak uw forecast voor de rest van het jaar een keer op voor het verlof. En de latest estimates gingen uit van een krimp op omzetniveau voor het jaar 2020 van een krimp van 2%. En op EBITDA-niveau heb je dan een extra hefboom daarop. De EBITDA's gemiddeld zouden 10% zakken, de operationele cashflow, ten opzichte van 2019. Dat was de inschatting doorheen onze portfolio. De bedrijven die beter en minder gepositioneerd waren. Gemiddelde zijn natuurlijk gevaarlijke dingen, maar dat is waar wij mee uitkwamen. En we hebben dezelfde oefening gewoon laten herdoen, terugkomen uit het verlof. In september hebben we dat opnieuw gevraagd. In september maak uw view, hoe gaat het lopen tot het einde van het jaar? En u zag het optimisme terugkomen. Dus de managementteams van die 55 bedrijven uit zoveel verschillende sectoren, tegen dat het eind september was, zeiden van, ja, wel, wij durven mikken op plus 1%. Stel je voor, kleine groei in een COVID-jaar. We spreken over september 2020. Naar winstgevendheid, moeilijk te zeggen. Het liep niet allemaal van een leien dakje. Dat betekent dat je kosten hebt, moeilijke planning.
En ik dacht er persoonlijk dan nog bij, ja, dan gaan we nog wat extra kosten zien, want het is toch een verloren jaar. Dus op niveau van de bottomline gaat het waarschijnlijk serieus minder zijn dan op misschien niveau van de topline. Maar stel u voor, in november 2020 van dat COVID-jaar hebben wij kunnen mededelen, interne rapportering aan onze stakeholders, ja, ja, misschien zit er toch wel zelfs een kleine groei in. Stel u voor welke verschil met het voorjaar waar alles blok lag. U herinnert zich ook, in november was die tweede golf van COVID in België volop toegeslagen. In oktober zijn we terug op het blok gegaan, in november. En u herinnert zich de statistieken, de ziekenhuisopnames, intensive care opnames en overlijdens zijn alle drie ruim boven de statistiek van april gegaan. Dus de COVID-golf, de tweede golf, was zwaarder dan de eerste golf. We hebben op dat moment ook duidelijk moeten zeggen, beste mensen, de tweede golf is geen tweede lockdown. De tweede golf van COVID was geen tweede lockdown voor onze economie. Wij wisten op dat moment dat er serieuze verbetering was op het economisch front. Wij werden geholpen door de digitaliteit, maar u weet allemaal, wij konden ons beter organiseren, het begon terug te lukken. En dus de supply chain was eigenlijk terug aan het functioneren. En we hebben een aantal bedrijven die wat voorlopende indicatoren zijn. En dus dat sterkt ons in ons vertrouwen om zaken verder ook te voorspellen. Dan wel spreken wat zaken tegen. Maar we zagen bijvoorbeeld hoe over de zomer en dan september, oktober, november, hoe elke maand bijvoorbeeld ons bedrijf Alro, die truck parts code, maar ook de battery casings voor de Audi en Vorst in oppervlaktebehandeling heeft om daar de vuurbestendigheid te garanderen. Wel, wij zagen hoe die uitleveringen en die productiecijfers maand na maand omhoog gingen. En u moet niet gestudeerd hebben om te weten dat als bedrijven camions kopen en elke maand meer camions kopen, wel dat daar ook een zeker vertrouwen is, dat er geld is, dat er ook orderboeken zijn, want waarom heeft anders die camions nodig? En dus we zagen dat maand na maand flink aantrekken en dat sterkte ons vertrouwen dat als het goed ging met de klanten van die bedrijven, dat het ook ging beter gaan met die bedrijven zelf. Dus dat was eigenlijk het nieuws van november. En dat was helemaal niet het gevoel bij de bevolking op dat moment. Want ja, winkels dicht, horeca dicht, geen eventindustrie, luchthavens, ja, nauwelijks de moeite om erover te spreken. Maar wij zagen onderliggend in die manufacturing-industrie en in heel wat sectoren zelf, ja, een serieus herstel van vertrouwen tot en met investeringsgoederen die terug besteld werden. Niet enkel trucks, maar ook in een aantal producten van onze slimme maakindustriebedrijven, onze techbedrijven, waren eigenlijk volle bak aan het werken met mooie orderboekjes. En vandaar dat wij konden zeggen op dat moment, de relance, we spreken over november, de relance is volle bak bezig in de herfst 2020, alhoewel we menselijk betroffen werden met die fenomenale tweede golf. En dus gaande het jaar over naar het nieuwe jaar 2021, maar dat werd, die trend heeft zich doorgezet, december, januari. En toen de eerste supply chain hiccups begonnen te komen in februari al. Ik heb nog wat cijfers, nogmaals gezegd, een gemiddelde is gevaarlijk. Wel, als we één stapje naar beneden gaan en het opdelen in onze vier sectoren, onze vier platformen bij HIMF, wel, onze consumerbedrijven zijn 2020, het COVID-jaar, wel 9% minder sales. En een EBITDA die nagenant sterker gedaald is. Maar al onze drie andere platformen, die uiteindelijk KMO's zijn, middelgrote bedrijven, heel vaak effectief productie die uitleveren aan andere instellingen of bedrijven, maar die zijn gegroeid met 6%. En overal zijn we daardoor, like for like, alles opgeteld, het ene jaar ten opzichte van het andere jaar, zijn we 2% gegroeid op sales, maar tot onze zeer grote verwondering, ja, als we naar al onze bedrijven kijken, zijn we vorig jaar qua EBITDA op al onze bedrijven gegroeid met 4%.
En dat betekent dat als we kijken naar mei, zelfs onze voorspelling van november op basis van cijfers september-oktober, onze kwalitatieve voorspelling dat er een enorm herstel aan het gebeuren was, kijk maar naar die drukbestellingen en dergelijke, en alhoewel die menselijke tegenslag van die tweede golf, als we dan kijken naar de finale cijfers van het jaar 2020, tot onze eigen verwondering, zijn we daar en op omzet gegroeid, en op EBITDA nog meer gegroeid. Weliswaar zeer ongelijk verdeeld. Hey, bijvoorbeeld, consumer is niet alleen voeding, maar ook die andere zaken, een hamburgerketen enzovoort. U kan het zich wel inbeelden. En dus, ja, we waren daar blij mee en ook natuurlijk een stukje fier. Maar dus betekent dat die bedrijven organisatorisch, menselijkerwijs, niet alleen, het woord veerkracht is heel vaak gebruikt geweest dat jaar als het ging om de private samenleving, maar ik kan u zeggen ook de bedrijfssamenleving, mensen die professioneel actief moesten zijn, op alle mogelijke manieren zich individueel en als team uit de slag trekken, ja, die veerkracht is toch wel bijzonder sterk. Ik geef u ook even mee dat in onze vier landen, als ik daar het gemiddelde neem van die vier economieën, is de economie met 6% gezakt in 2020. Onze bedrijven zijn qua omzet met 2% gestegen, dus 8% meer ten opzichte van de economische performantie. En dat is toch, denk ik, een les die ik voorzichtig mag trekken, dat die bedrijfseconomie, die mid-market bedrijven, die gewoon zijn om heel pragmatisch om te gaan met allerlei zaken die kunnen gebeuren, noem maar op, de Brexit enzovoort, wel dat mensen zijn die ook gewoon zijn om oplossingen te zoeken en eigenlijk met heel veel veerkracht om te gaan en er terug voor te gaan. Ik denk dat u dat hier zeer duidelijk in deze cijfers geïllustreerd ziet. En toen wij onze jaarcijfers aankondigden in mei dit jaar, ik kon eigenlijk zeggen dat de heel zware negatieve impact, wel, dat was slechts voor een zestal van onze bedrijven gevallen. Er waren er nog twee die helemaal gesloten waren op dat moment. Maar dus ongeveer de helft van onze bedrijven was beperkte impact tot en dan toch nog bijna de helft van onze bedrijven die serieus resilient was, die eigenlijk zelfs een positieve performance heeft gehad. En het zijn eigenlijk de serieuze negatieve outliers, negatief, die het totaalplaatje wat verbrot hebben of verstoord hebben naar de negatieve kant toe. Want als we die zeer negatieve outliers eruit zouden nemen, in ons geval 6 bedrijven van de 55, dan zaten wij ruim en pot op groei, zowel op omvang, omzet, sales, als op economische rendabiliteit, waar het dan gaat over supply chain, arbeidskosten enzovoort. Ik moet erbij zeggen, we hebben het nu heel vaak over looninflatie, we hebben het over grondstoffeninflatie, we hebben het over energieinflatie. We moeten er eerlijkheidshalve bij zeggen dat onze rendabiliteit verleden jaar geholpen is. U herinnert zich, er was geen stockagecapaciteit meer voor olie en je kon het gratis krijgen. Dus als we nu like for like kijken, jaar op jaar, natuurlijk is die olie sterk omhoog en het gas gaat wel serieus door het dak enzovoort. Maar we zijn verleden jaar ook geholpen door goedkopere grondstoffen. We zijn geholpen door overheden die een stuk van de kost tijdelijk hebben overgenomen via het systeem van de tijdelijke werkloosheid. En waar dat we ook oprecht erkentelijk moeten voor zijn. Want zonder dat systeem in die cruciale maanden van de eerste lockdown zou het echt niet gegaan zijn. Dus daar moeten we heel eerlijk en oprecht in zijn. Maar het is dan ook heel vlot in het systeem geraakt en eigenlijk toegepast. We hebben niet kunnen verhinderen effectief dat er een aantal sectoren zeer lang en blijvend getroffen zijn geworden. En zoals u wellicht herinner ik mij nog levendig 8 mei, 8 uur 's morgens toen de terrasjes open gingen en dan we terug onze eerste Rodenbach of Sportzot mochten gaan drinken. Wel, dat was een goed moment, maar dat was al mei 21. En dus die bedrijven hebben het effectief bijzonder, bijzonder moeilijk gehad anderhalf jaar daarvoor. Dat zijn dan ook de outliers. Het is dan ook niet vreemd dat een groot stuk van de langdurige hulp naar liquiditeit en naar bijstand toegepast is geworden steeds meer op enkele sectoren eerder dan op totaal van onze economie. Voor de rest, wat Bart al aangegeven heeft, ja. Dus het gaat nu, we gaan terug naar renaissance, zoals ze zegt, naar de orde van de dag. Voor ons is de relance begonnen in de herfst 2020.
En in februari 2021, zoals gezegd, was het terug naar de orde van de dag. Alhoewel we nog moesten voorzichtig en praktisch menselijk voorzichtig zijn met COVID en organisatorisch. Hey, we wisten dat de uitdaging voor ons bedrijfsleven was terug naar 2019. Maar met de nieuwe views, een aantal zaken versterkt, een aantal zaken misschien toch wat bijgestuurd nog. Reshoring is dus aan de orde van de dag. We zijn fabrieken aan het bouwen, we zijn automatische magazijnen aan het zien overal. Hey, dus er worden serieus wat tandjes bijgestoken. Kostenstijging, u weet dat, Bart heeft dat perfect onderbouwd. Tekort aan grondstoffen, duurder transport, natuurlijk, ja, dat is zo. En dan West-Vlaanderen, waar de slag om personeel het hardst is. Ik moet u zeggen, ik was een beetje gechoqueerd in februari 2021, toen het nog over relance ging. Wel, ik had dat gevoel helemaal niet, maar we wisten op dat moment dat er heel wat bedrijven al terug met heel veel openstaande vacatures waren, die ze absoluut niet zullen kunnen invullen en daarom maar andere oplossingen moeten zoeken. Ik ben het niet helemaal eens met Bart als het gaat over de projectie van de arbeidsmarkt. Dat is effectief en relevant, maar je moet beseffen dat onze KMO's, onze mid-marketbedrijven, die net groot genoeg zijn om wat kritische massa te hebben om die oplossingen te zoeken, wel, die passen zich ook aan. Dus net daar waar het erg, erg pijn doet, wel. Wat zal het gevolg zijn van die arbeidskrachten? Want ten eerste heel wat bedrijven zullen verkocht worden. Ondernemers die het gewoon beu zijn, kotsenbeu. En de pijn is hevig. U moet zich dat voorstellen. Maar dat je elke dag miserie hebt om rond te komen en ruzie om uw touwtjes aan elkaar vast te knopen, tot gewoon omdat je geen mensen hebt, maar wel orders, dat doet pijn. Wel, sommigen zijn het beu en gaan verkopen. Het gevolg is dat je consolidatie gaat krijgen. En consolidatie leidt ook tot synergieën, tot kostensynergieën. Waar je soms met iets minder mensen toch een bepaald volume aan activiteit aan kunt. Al is het maar door die arbeidskracht. Het is jammer, maar het is niet anders. Maar het zal een effect zijn. Een ander effect is natuurlijk, het positief effect, dat er geen fabriek meer gezet wordt zonder 20 keer na te denken. Hoe sterk kunnen we dat automatiseren? Wat kunnen we uitleveren aan andere mensen? Het zij in Roemenië, het zij in de supply chain, het zij dat we inkopen, maar waar we productie en R&D, als we dat hier kunnen combineren, ja, dan hebben we een prettige combinatie. Maar alles dat niet essentieel is, wordt anders gedaan. Dat betekent dat men het hele bedrijfsproces als een architect gaat uittekenen op een andere manier dan het vroeger zou geweest zijn. Ik denk dat sterk is, het maakt ons duurzamer. Ik heb, hier hadden wij die slide, winkelketens al productie terug uit Azië, werd genoteerd. Maar ik hoorde gisteren nog een keer van een bedrijf die zelf helemaal mee in de picture daar zit. Decathlon heeft intern beslist, wij gaan 30% van onze aanvoer moet hier uit de regio komen, waar wij onze winkels hebben, hier in West-Europa. Het is fantastisch nieuws, het volume aan kledij en materiaal, dat pakweg een Decathlon bestelde in Azië en met de containers naar hier kwam, dat begint met 30%. Want dat is ook wat de klanten vragen. Ze doen dat niet alleen uit altruïsme, maar dat is ook omdat onze klanten en de jeugd niet in het minst, die kortere keten in de gaten houdt, ook wil dat het herkenbaar is van waar het komt. Naast alle garanties dat de S van ESG, de sociale context gerespecteerd wordt. Ik ga heel kort samenvatten nu. Hoe kijken wij verder vooruit? Wel, een uitgesproken ondernemerseconomie. Ik zeg hier ondernemen, dat is niet als slogan. Maar u moet weten dat onze bedrijven zijn uitermate ondernemend. Aanpasbaar, die resilientie, die veerkracht hebben we gezien. En dat doorzetten op karakter. En dan ja, vooruitkijken, dat proberen we samen met hen te doen. Een kleine Vlaamse, Belgische context in een heel groot Europa. Maar met de krachten die we altijd maar weer onder ogen moeten zien, hebben we een nieuwe activiteit, hebben we een bestaand bedrijf. Het heeft geen zin om alleen naar de cijfers te kijken, want de cijfers zijn product van het verleden. Maar kijken we vooruit, ja, hoe gaan we om met onze arbeidsmarkt? Trouwens, mensen die zeggen dat West-Vlaanderen op 78% werkzaamheidsgraad zit, geloof ze niet. Hè? Geloof ze niet. Ik denk dat we er ver boven de 80 zitten, want er komen heel wat mensen uit Frankrijk, de weekend- en de nachtploeg doen,
ook heel wat seizoensarbeid, onze agrovoedingsindustrie helpen, enzovoort, enzovoort. Hè. Dus ik denk dat we moeten verder kijken dan statistieken die gemiddelden zijn. U moet echt ook op het terrein gaan kijken over wat het heel praktisch gaat. Duurzaamheid, evident, maar vooral besef dat de jeugd daar, die toch onze toekomst is en die elk jaar dieper in het bedrijfsleven binnen impregneert, wel, ze gaan er op een heel natuurlijke en andere manier mee omgaan. Ik heb in de jaren 90 volop de kosten, delocalisatie meegemaakt langs alle kanten, bedrijven trokken weg. Er werd gezegd, ja, investeren, dat is voor overnames, voor die bottlenecking, voor vastgoed, maar toch niet meer voor nieuwe industriële activiteiten. En u herinnert zich het debat, dat is nog niet zo lang geleden, als dat wij moesten dringend evolueren naar een dienstenindustrie. En ik had me daar intellectueel op voorbereid en dat trachten te snappen. En ja, ik ben bankier geweest, ik werk vandaag in investeringsmaatschappij enzovoort. Maar ja, toch altijd met bedrijven die een bepaalde activiteit hebben naar productie, waar innovatie ingebed wordt in een R&D die heel dicht tegen die klant en die productie aanzit. En altijd ja, toch met een zekere angst van, ja, maar die diensten, je hebt toch ergens klanten ook nodig en een symbiose en een ecosysteem. Hoe gaan we dat in godsnaam redden op termijn? Een tweede die u gehoord heeft de voorbije jaren is, ja, we hebben geen handen meer nodig. Mijn brein is à la limiet, hè, totdat de robots ook ons brein overnemen. Eigenlijk, ons grote probleem wordt de immense werkloosheid. Ik heb ook dat nooit echt begrepen. Wel, ik ben eigenlijk wel stiekem fier en trots dat we verdorie mensen tekort hebben. Want iedereen is aan het werk. Iedereen is aan het werk en de mensen die nog niet aan het werk zijn, nou, die moeten we helpen en kijken hoe we dat ons systeem verder kunnen aanpassen om daar een matching en een win-win te vinden. Die technologische disruptie en geopolitiek. Ik denk dat onze bedrijven, onze KMO's, mid-market bedrijven, hebben een grote veerkracht. We hebben dat bewezen in de COVID, maar ook het zijn ondernemers die, ja, die door al die uitdagingen en die trends heen evolueren. Hey, wij zijn niet de mega multinationals. Hey, we weten dat zeer goed. Maar ja, ik heb de indruk dat wij terug ons veel beter voelen. Hey, dus na 2000, de term BRICS is uitgevonden in 2001. Hey, Brazilië, Rusland, in China en Zuid-Afrika. We zien die reshoring. We zien dus die technologie die ons helpt, maar ook kansen biedt om producten rond te maken. Ik heb de indruk dat wij een aantal zaken zien samenvallen op dit moment die het terug prettig doen aanvoelen. En we moeten ons ook niet te veel spiegelen aan Scandinavië of aan de US en met state. Daar zijn statistieken belangrijk en daar zorgt Bart voor. Maar ze hebben mij uitgenodigd vandaag om ook een beetje moeilijk te doen, want statistieken moet je echt goed interpreteren en analyseren. Kijk, wij liggen hier, hè. We hebben hier de E17, de E40 en de TGV en onze havens. Dus wij zijn goed gelegen en we zijn dan wel van vastgoed, maar waarom zouden we dat van onze economie ook niet zeggen? We hebben een bepaald klimaat. Wij hebben waarschijnlijk de meest productieve agrovoedingsindustrie in de wereld. Ja? En dat is niet alleen de boer, maar dat is de hele technologie erom, dat is de dienstenindustrie, dat is de automatisering, die magazijnen, de logistiek en alle zaken daar rond. Hey, ik heb aan mensen gevraagd, ja, hoe is het met de Brexit? Maakt u niet te veel zorgen? Wel, ik heb ondernemers tegengekomen die zeggen, ja, we zijn klaar voor de Brexit. Goed geholpen door de overheid, hey, we hebben, en door VOCA, mag ik ook zeggen. Maar we zijn er klaar voor. Maar, heb ik ook horen zeggen in 2019, de Britten zijn niet klaar. Hey, wij moeten het werk voor hen doen. Wel, wij zien vandaag dat daar volop van geprofiteerd hebt. Ik heb daar nog een paar prettige voorbeeldjes van. Vergeet niet, hè, dat wij ook een economie zijn waar je, hè, met toch een zekere respect functioneert. Hè. We gaan niet op elkaar zijn kop slaan als we het niet krijgen. Er is betrekkelijk weinig mafieuze situaties. Ik kan u zeggen, hè, dus ga maar ondernemen, hè, links en rechts. Zekere ethiek, dus democratie en de rechtsstaat die functioneert. Oh, we ergeren ons over het vergunningsbeleid, moet allemaal weer rapper gaan. Hey, enzovoort, maar denk maar eens na als het er niet zou zijn. We zijn ook zorgzaam, hey, we zijn heel mensgericht. Dat betekent als we vandaag over ESG spreken, hey, dat we het misschien wel makkelijker hebben dan sommige andere regio's om te luisteren naar onze medewerkers, naar ons menselijk kapitaal, om ook te kijken dat we daar in een moderne setting
ook iets heel positiefs nog kunnen van maken. Ik heb ook Global Textiles hier genoemd. Waarom? Men zegt heel vaak, je moet globaliseren, je moet internationaliseren. Vergeet niet dat wij bijvoorbeeld alleen nog maar in textiel van in de late middeleeuwen, maar dan ook naar de automatisering toe. Dat gaat van Noord-Frankrijk over al onze Vlaamse steden tot in Brussel. Hebben wij altijd een zeer internationale economie gehad, een zeer open economie, waar dat u heel sterke familiebedrijven altijd in terugvallen. Bedrijven die intergenerationeel georiënteerd waren, ja, die beursgenoteerd moest niet allemaal tegen het volgende kwartaal zijn. Maar het gevolg was dat ze die ups en downs allemaal meegemaakt hebben. Dus er werd ook gespaard en geïnvesteerd altijd voor later, om zeker ook binnen 10 en 20 jaar nog een sterker bedrijf te zijn. Vaak ook overgeïnvesteerd. Heel capex, heel veel machines en altijd het beste van het beste. Wel, die cultuur vinden wij terug in onze industrie. Er wordt heel veel geïnvesteerd in die automatisering en in die digitale zaken daar rond. En dus die ethiek, die cultuur van ons land, van ja, toch hard studeren. We doen ons best, we zijn een beetje strevers op dat gebied. En we werken toch veel en we sparen goed. Ja, als we dat spaargeld nu nog goed zouden kunnen investeren met risicokapitaal, waar we toch wat achter komen. Dus we hebben geen olie-economie zoals de norm. We hebben ook geen gas-economie gekregen zoals de Nederlanders en anderen. Maar we hebben wat we hebben en we doen het er daar ook mee. Maar we doen het er ook mee. Dat betekent, wat doesn't kill you make you stronger, dat is met COVID gebeurd, maar ook met die condities. We hebben ons dat eigen gemaakt, dus we hebben een heel specifiek dense economische ecosysteem. En ik noem het ook een beetje met de boutade Mainport Belgium, Mainport Flanders, dat wij zo dicht gelegen zijn bij die zee, die trouwens ook onze energievoorziening voor de toekomst zal zijn, heeft dat nog 10 jaar tijd en onze stekker stopcontact op zee zal volop elektriciteit geven. Ik heb gewoon wat nieuwe bedrijven die ik zie uit de grond komen. Poco Loco, ooit met GIMF oprecht, maar al lang niet meer bij GIMF, is maar aan het groeien. Zit nu al met 700 mensen. Nog een keer een nieuwe tortillafabriek. Exporteur, moet ik u zeggen, export van een product. Hier begot tortilla chips, moet u dat voorstellen. Zelfs naar de US exporteren wij tortilla chips. Maar daar zit technologieën, diensten, belastingen, handenarbeid, brains, dat zit er allemaal in. Wij verkopen dat als een tortilla chip. Worden ervoor betaald, kunnen dan nog vennootschapsbelasting betalen. En dus, ze gaan nu nog twee lijnen bijzetten en een fabriekschaal. Allemaal aan het kanaal, intermodaal transport, allemaal een groener in de toekomst dan het ooit geweest is. We zijn daar fier op. Ja, een ongelooflijk mooi bedrijf in Zeebrugge. We zijn daar geen aandeelhouder van, maar ik moet u dat zeggen. De Brexit, Zeebrugge is daarvan aan het profiteren. Dat het, ze zijn soms willen weer knallen voor het uitgangsleven. En ik zie mijn kinderen dat doen aan de universiteit, of nadat de universiteit gedaan is, s'avonds. Maar dus ook in de economie. Want ik zie hoe dat een bedrijf zoals ECS in Zeebrugge, vroeger een containertransporteur, RORO, is een full service logistieker geworden. Als ik een palet met voeding produceer in gelijkwerke KMO, ik bel die mensen op, moet niks meer doen. Dat zit geprogrammeerd digitaal tot in het warehouse van Tesco, ergens in het midden van Engeland. En dat is knap, met gerobotiseerde magazijnen, allemaal digitaal ingebed. Chapeau. Ook tijdens de COVID, ik heb eigenlijk heel graag met mijn auto gereden in de COVID, want ik was alleen op de E17, die eigenlijk een camionautostrade geworden is. In deze dagen twee rijen camions en één rij auto's, waar dat lang geleden omgekeerd was. Maar dus splinternieuwe fabriek, nog een keer eentje van Paul Renson en familie. Grote letters stonden in de krant onlangs. We have jobs, maar goed, waarvan akte. Maar dus nog een keer 75 miljoen in een splinternieuwe fabriek. Dus de tijd van, we kunnen alleen maar aan diensten in de industrie doen. En het is productie, maar het is ook R&D. En dus het samengaan van R&D en productie op basis ook van klantenfeedback. Naast onze kennisinstituten, IMEC, Vlaams Instituut voor Biotechnologie en onze universiteiten, is bijzonder belangrijk om een waardevol toekomstgericht ecosysteem te hebben. Desotec, u kent het verhaal.
een paar keer verkocht, maar telkens met hogere ambities doorgestart, is vandaag een global player. Ook, mag ik chauvinistisch zeggen, niet per toeval uit een fantastische provincie afkomstig. WDP, was goed investeerder, maar Smart Warehouse, al vele jaren geleden zag ik de mensen van WDP die afkwamen, die zeiden, heb je geen windmolen voor ons, ik wil zonnepanelen enzovoort. Smarter, ook duurzamer. Knap, zij oogsten wat ze 20, 30 jaar gezaaid hebben. Dat is eigenlijk vastgoed, niet meer als beton, maar vastgoed als een service. Mensen betalen niet meer om vierkante meters en een dak boven hun kop te hebben, maar betalen voor een full service concept, volledig ontzorgd te worden. En dus daar wordt gretig gebruik van. We hebben dus chapeau, maar ze zijn niet alleen. Ze zijn niet alleen. We hebben een onwaarschijnlijk interessant, mooi logistieke ketting in opbouw. Echt een web die helemaal inhaakt op onze bedrijf. Om een journalist te plagen heb ik gezegd, ja, weet u wel dat wij de grootste mozzarella fabriek hebben in de Westhoek, de grootste mozzarella fabriek van Europa. We zijn veel grotere mozzarella fabrikanten dan die Italianen. En de Utker pizza's, waar dan allemaal van die schijfjes op liggen, wel, dat is made in Belgium, made in Vlaanderen. Voilà. En ook weer export, ook weer exportgericht. Geautomatiseerd, beperkte arbeid, want er is er toch één, maar dan doorschalen op technologie en vooral exporteren wat ons terug welvaart importeert. Een heel mooie frontpage van de Financial Times, zeer onlangs, want het doet nu een beetje pijn, Ginder, en ik doe dat niet om al te veel te lachen met die mensen, maar dus op 20, 5, dus van 90, 95 tot vandaag, is hun zelfvoorzieningsgraad van groenten gedaald van 85% naar minder dan 60%. Ik spreek nu over de Hanse UK. Moet u dat voorstellen? Betekent dat meer dan 40% van hun groenten, van hun broccoli en spinazie, moeten ze elders gaan kopen? U mag nu een keer raden van waar dat die groenten vandaan komen. Puntje, puntje, puntje. Dus agrofood is voor Vlaanderen de nummer 1. In handelsbalans, 8 miljard overschot, elk jaar 8 miljard overschot, export min import. Nee, dus we zijn een beetje de food market van een groot stukje Europa en een stukje voor de wereld geworden. Ik zou hetzelfde voor een aantal andere zaken kunnen zeggen. Dus het is niet alleen de bekende Lotus die de pannen van het dak speelt, maar ook minder bekende zaken, maar heel vaak coöperaties, familiale multinationals en wording, bedrijven die niet zo goed bekend zijn omdat ze niet beursgenoteerd zijn, maar zijn eigenlijk aan het uitgroeien tot exportkampioenen. En eigenlijk zeiden we vroeger, ja, het is een groentebedrijf, nee, het is een technologiebedrijf, want hoe dat allemaal op muziek gezet wordt, is soms indrukwekkend om te zien. Een fruit dat zat op 20% met de schuld van de bananen en de appelsinen, daar kunnen ze niks van. WDP is hier in Lokeren, weer dat serviceconcept, waarom zouden we nog zelf zo'n warehouse zetten? Hier in Lokeren, het grote distributiecentrum voor Callebaut, het grootste geautomatiseerde magazijn voor chocolade. Trouwens, opnieuw een magazijn gebouwd door Algeenbouw, dat is een man van Jan de Nul, die het overgenomen heeft van de familie. Kampioen in automatiseerde warehouses, is bezig voor onze diepvriezers, voor kartonagebedrijven die de verpakking moeten leveren voor al die zaken. Ook een ecosysteem van KMO's die elkaar kennen. De ene bouwt, de ander levert technologie. De ander doet hier de servicing. De andere exporteert maar met de productie al dan niet op dezelfde plaats. En waarom Lokeren? Ja, dat is zover als dat de haven vandaag komt. Dus Linkeroever was vroeger aan de Schelde. Vandaag ligt Linkeroever al tot in Lokeren. Linkeroever ligt ook tot in Willebroek hier, waar wij inzenden in Ecogin, een Europese buy-and-build van vlamvertragers en trouwens geen PFOS of PFAS kunnen toeleveren aan allerlei andere bedrijven, aan de Unilens van deze wereld. Heel dicht ook bij elkaar alleen, maar terug, logistiek top, vlak naast een logistieke hub. Vlak aan het zeekanaal, tot in Willebroek kan er met de boot heel veel aangeleverd worden.
En dat kan ook even vertrekken met de containers van daaruit. Splinternieuwe terminal, intermodaal transport. Itineris, heel knappe leverancier van informatica-diensten. Niet alleen hier het water in Vlaanderen, maar ook Delta in Nederland, maar zelfs het water in New York en dergelijke. 500 Vlaamse informatici zijn de ene na de andere utility company aan het aansluiten op een full service concept voor wat hun back-office beheer betreft. Ik las verleden week, zoals u, nieuwe glasfabriek waarschijnlijk voor flessen in Limburg. Dat zand, dat ligt daar nog altijd in Lommel. We kunnen daar inderdaad nog last van maken. So we're back. Mensen willen korte keten. Willen zekerheid. Waar beter een mooie flessenfabriek maken dan vlakbij al onze streekbierenbrouwers. Die nog altijd niet gevonden hebben hoe dat je bier in plastic kunt steken. Dus steken we het nog altijd in glazen flessen. En dan gaan we dat ook weer exporteren. Dus dat is import die we niet meer gaan moeten doen. Dat is economisch hetzelfde als export dat je wel kunt doen. Dus we gaan hier blijkbaar een Turkse investering zien. Dus ook foreign direct investment. Als ik de inspanningen en de resultaten zie van het Flanders Investment and Trade, chapeau. Wel, ook dit soort zaken mogen zeker vermeld worden. Onze havens fusioneren. Ik ben bijzonder blij en verheugd dat Zeebrugge aansluit bij Antwerpen. Ik denk heel veel slimme uitwisseling van trafiek mogelijk, optimalisering en differentiatie. Dus heerlijk om dat mee te maken, hoe dat eigenlijk ook prettig bij na te doen, want dat is een ononderbroken supply chain, logistieke ketting, vanaf de kade in Zeebrugge tot zeg maar in aan de laadkade van al die KMO's waar ik over gesproken heb. Een paar zaken, kijken we naar de toekomst. Wel, Bart heeft dat eigenlijk ook al gezegd, hè. Ja, ESG, ik moet u dat niet zeggen, hoe dat op alle vlakken leeft. Human resources, ja, spreek je over arbeidsmarkt. Wel, het worden bijna tovenaars om dat allemaal goed te blijven voorzien. We beginnen kunstenaars te worden in plaats van payroll assistants. Naast onze CFO's beginnen we chief data officers te zien om met al die geautomatiseerde supply lines om te gaan. Maar dat levert dus schat aan informatie op. Wel, de predictability, de planbaarheid en dergelijke, interessant. Persoonlijk vraag, hoe kunnen we dat ongelooflijke pak aan cashflow en rijkdom die gegenereerd wordt, of die reeds gespaard is, hoe kunnen we daar meer richting risicokapitaal krijgen? Wanneer gaan we in godsnaam stoppen met te zeggen dat de beurs voor speculanten is? Verdorie, wanneer gaan we het risicokapitaal ook kunnen doortrekken voor de grote deep pocket investeringen? Die we moeten kunnen clusteren, dat blijft altijd hard werken om eens te kunnen doorpakken. Dan wel een internationale kapitaalmarkt zoals de Nasdaq op Europees niveau. Het vergunningenbeleid zonder open deuren in te trappen. Energietransitie is gemeld. Hey. En dan merk ik eens toch een verschil met de jaren 90. Hey, met bedrijven die alleen houden ze manier, maar ze spannen zich in voor de omgeving. Ze hebben heel veel respect voor de samenleving. Maar ik merk, denk ik, mag ik ook zeggen, veel meer respect voor de omliggende samenleving, voor onze bedrijven. Dus men heeft veel beter gesnapt waar het allemaal om gaat. Men weet ook economisch, financieel voor ons land hoe laat het is. Er moet niet te veel gesold worden met die welvaart waar we toch allemaal verantwoordelijk voor zijn. Als bedrijven zich maatschappelijk verantwoordelijk gedragen, dan moet de maatschappij zich ook verantwoordelijk gedragen voor al die bedrijven. En dan kan je ook dromen van die nog meer Factory of the Futures. Nog meer exportgerichte mentaliteit met alles die er ondankt als een vis in het water van onze industrie 4.0 om altijd mooi voorop te blijven, te innoveren en heel interessante producten en diensten kunnen aanbrengen aan al onze klanten in België, maar ook internationaal. En dus voor mij is mid-market de KMO waar onze jeugd graag in de start-ups gaat werken of droomde van de hele grote internationaal. Wel, ik mag met een beetje voluntarisme zeggen, hopelijk. Wel, overweeg ook eens in die hele spannende, toffe mid-market te gaan werken, beste jonge mensen. Want het is daar waar het gebeurt op dit moment. Er zijn enorm veel transformatieprocessen. Er wordt geïnvesteerd. En het is leuk om te zien en mee te maken. Naar mijn gevoel vallen de puzzelstukjes mooi in elkaar. Mark, ik geef het woord terug aan u, als u er nog bent. Dank u wel, Koen.
Ik denk dat we een ongelooflijke boodschap van optimisme gehoord hebben. Optimisme in ondernemen, optimisme over met veerkracht, optimisme over alles wat te maken heeft met creativiteit, met flexibiliteit en met innovatie. En inderdaad, het heeft wat langer geduurd dan gepland, Koen, maar het was elke minuut waard om uw verhaal te horen. Ik denk dat niemand mij zal tegenspreken. Wat er natuurlijk wel een beetje moeilijk ligt nu, omdat we onze timing toch willen respecteren. Er zijn wel een aantal vragen binnengekomen, maar ik moet toegeven dat zowel door Bart als door Koen heel wat van die vragen eigenlijk impliciet beantwoord zijn. Ik zou dan toch liever deze sessie afsluiten. Het spijt me natuurlijk voor de actieve geïnteresseerden die een aantal vragen doorgegeven hebben. Maar wij moeten ook respect hebben voor de timing en het agenda en de kalender van onze geïnteresseerde deelnemers. Daarom, dames en heren, wil ik deze sessie afsluiten. Ze was elke minuut interessant en de moeite waard, absoluut. Ik dank Bart en Koen voor hun getuigenissen en om hun visie met ons te delen. En voor ons geacht publiek, u dank ik voor uw aanwezigheid. U bent aanwezig gebleven. Ik heb weinig mensen zien vertrekken, wat dat een ongelooflijk goed teken is. En ik nodig u uit voor de derde sessie van onze cyclus over de relance. Namelijk op 26 oktober zal een sessie doorgaan met Michel Kasselman, die de gedelegeerd bestuurder is van Participatiemaatschappij Vlaanderen, PMV. Daarvoor nodig ik u van harte uit. Dames en heren, bij deze sluit ik deze sessie af. Bedankt voor uw aanwezigheid, bedankt voor de sprekers en ik zie u zeer graag de volgende keer terug. Dank u wel.